Goedemiddag iedereen, uh, ik ben Cleo, ik ben klinisch psycholoog, praktisch theoloog en ik heb een master wereldreligies. Um, ik ga jullie vandaag proberen advies te geven voor de komende week. Het is voor een zo groot mogelijk collectief gechanneld, maar het kan dus niet voor iedereen opgaan. Dus neem mee wat resoneert voor jou en wat niet resoneert, laat je gewoon liggen. Ehm... Um, Zoals ik eigenlijk de vorige keer ook zei in mijn video, dat ik wel vaker terugkom op hetgeen ik de vorige video heb gezegd, wil ik nu ook terugkomen op mijn vorige adviesvideo. Eigenlijk probeer ik altijd ego-advies te geven. Dus los van heel concreet dingen doen en zo. Hoe wij met ons ego om moeten gaan. En eigenlijk de boodschap die met ons ego te maken had, heb ik niet gegeven. Omdat ik geen tijd had om rustig naar de kaarten te kijken, wat eigenlijk best wel stom is. En ik heb het bij de vorige, bericht, uh, bij de vorige video heb ik gezegd dat jullie in de beschrijving moesten kijken. Maar ik ga het toch nog eens een keer benadrukken. Ik ga het op mijn manier van deze week zeggen. Dus de vorige uh, reading zei ik dat jullie kennis konden opdoen en delen. Maar wat ik niet heb gezegd, wat ik in de, in de kaarten zag, is het zweven. En uh, dat je te veel in je hoofd zit. En dat je mooie theorieën probeert. Uh, te verkopen om eigenlijk je eigen kwetsbaarheid uh, te verduisteren. Dat jullie daarop moeten letten. Als we ons soms heel minder waardig voelen en we kunnen er een mooie spirituele theorie aan geven, dan voelen we ons vaker minder kwetsbaar. Omdat we zo alsnog onze sociale trots kunnen innemen en zeggen: van kijk, ik ben toch echt wel iemand. En in plaats van ons eigenlijk minder waardig te voelen. Dus wees je daar bewust van. En kijk er met eerlijkheid naar. Want als je dat doet, dan wordt het soms wel eens voorkomen dat de les die je moet leren, dat je los moet laten wat, hoe andere mensen jou ontzien, dat je dat dus niet kunt loslaten. Aan de andere kant is het wel heel normaal dat zulke dingen gebeuren, zeker als je zwaar beproefd wordt. En ik zie dat niet alleen bij mijzelf, ik zie dat ook bij heel veel andere mensen, die spiritueel echt de Dark Night of de soul hebben meegemaakt en helemaal psychisch vernietigd zijn. Dat ze echt vasthouden aan de leer die zij en de wijsheid die ze hebben vergaard in de jaren. En op zich is dat niet slecht, maar ze gebruiken dat om hun kwetsbaarheid te verdoezelen. Om achter te verschuilen dat ze zich eigenlijk niks waard voelen. En ik herken dat bij mezelf. Ik denk dat ik dat ook heel lang heb gedaan. Uh, Mij verschuilen achter mijn wijsheid. Of zeggen van, dit gebeurt om die en die reden. Waardoor ik me eigenlijk uiteindelijk minder sociaal kwetsbaar voel. Terwijl er eigenlijk achter die motivatie om die wijsheid te delen, eigenlijk een hele grote nietigheid zit. En aan de ene kant kun je soms bijna niet anders omdat het gewoon te overweldigend is. Maar als jij de dingen die je meemaakt, zoals ik die heb meegemaakt. Maar als jij gewoon op bewust kan zijn van hé, hey, ik ben dit en dat aan het doen, dan, en je vraagt zeg maar God om hulp om dat te overwinnen, dan op je een tijd leer je dat overwinnen. En ik moet ook zeggen dat ik zelf. Wel gebruik heb gemaakt van uh, ja, dingen om mij beter te kunnen aarden en mezelf beter te aanvaarden, hoe ik ook ben of hoe ik ook gezien word, vooral. En ik denk dan bijvoorbeeld aan, uh, ik zal het jullie zien, ja ah, ja, jullie kunnen het al direct zien. Dus ik heb bijvoorbeeld, nu draag ik dat gewoon voor de schoonheid, ik, misschien heb ik het nog steeds nodig, maar ik draag bijvoorbeeld rode jaspes om meer te aarden. En het heeft nog andere. Alle, alle jaspersoorten zijn heel goed voor de aarden. Dit is Picture Jaspers. Of ze zeggen dat in het Engels Picture Jasper. En in het Nederlands is dat iets van. Um, landschap uh, of iets uh, Jaspers. En dat helpt dus om te gronden. Maar ik vind dat gewoon mooi dat het al die kleuren heeft. Maar ik heb deze heel lang nodig gehad. En dat heeft echt wel een effect op mij gehad. De andere dingen weet ik niet allemaal perfect wat die zijn. Is, uh, ik dacht dat dit sodaliet was. Wacht, ik, jullie zien dat niet. Sodaliet. Is het groene indische? Weet ik, ik, weet het niet meer. ik weet het niet meer. En dit is onyx. Uh, dus ik gebruik wel uh, armbanden om soms uh, psychische processen die heel moeilijk verlopen, om daar hulp bij te krijgen. Het heeft ook heel veel zin als jij voelt dat je te veel in je hoofd zit. En niet kunt aarden om gewoon op blote voeten bijvoorbeeld in het gras te lopen. Dat zou heel erg goed zijn. Of gewoon op blote voeten te lopen. Ik zelf doe dat niet. Maar uh, ik, weet wel, ik weet wel dat dat eigenlijk heel erg goed zou zijn. Of gewoon in de natuur zelf zijn. Dat is eigenlijk iets wat je heel goed helpt om te aarden. En jouw plek, zonder sociale labels te kunnen voelen. Gewoon van ik ben waardevol omdat ik ben. Dus dat wilde ik nog gezegd hebben. Uh, dan ga ik uh, nu de kaarten bespreken. Ik ga dus de camera van me afzetten. Uh, ik heb dus twee kaarten getrokken deze week, geen drie zoals de vorige. De eerste is de moedige Pioenroos. Veel gezichten, uniek van aard, laat zien wie je bent. En die komt uit het dek van. Uh, het sterrenlicht orakel. En ik heb dat overgenomen van iemand die kaartjes leest. Magnetize yourself, die gebruikt dat wel vaker. Um, en de tweede kaart die ik heb genomen is 17 Own Stekelbrem. En die komt uit het deck wat ik al eens eerder heb gebruikt, maar misschien mensen op. Uh, YouTube weet dat nog niet, het orakel van de Keltische bomen. Um, zoals altijd ga ik eerst voorlezen uit de boekjes, en dan geef ik commentaar erbij. Ik heb relatief veel opgeschreven, dus ik hoop dat ik het uh, goed kan brengen. Dus de eerste is de Moedige Pioenroos. Veel gezichten, uniek van aard, laat zien wie je bent. Bloemen gaan niet open en dicht op het moment dat er iemand voorbij loopt. Ze laten zich gewoon zien zoals ze zijn en laten het de wereld om hen heen zien. De pioenroos probeert niet te wedijveren met de kersenbloesem en de kersenbloesem strijdt niet met de tulp. Ze zijn zoals ze zijn en vertrouwen op de timing volgens hun eigen aard. Jij moet dit ook doen. Nu is het tijd dat jij je openstelt en je laat zien. Tijd om je ongelooflijke, veelzijdige, ware aard met de wereld om je heen te delen. De mooiste gaven van je ziel zonder aarzelen te onthullen. Zonder verontschuldiging toe te geven aan je uniciteit. Er is op deze planeet een bloem die dezelfde kwaliteiten heeft als je ziel bereid is te laten zien. Laat deze je informeren. Misschien heb je geleerd dat het verstandiger is om je kwaliteiten te verbergen en niet te veel te zeggen. Je achter de struiken te verbergen in plaats van te laten zien wie je bent. De moedige pioenroos herinnert je eraan dat het veilig is om te laten zien wie je echt bent. Je mag je stem laten horen en jezelf laten zien. Misschien voelt het eerst ongemakkelijk en ben je bang wat anderen ervan denken. Maar het wordt elke dag gemakkelijker. Beetje bij beetje besef je dat het de mensen aantrekt die voor jou zijn bedoeld. En dat je onverwachts ervaart waar je naar zo, na, zo naar hebt verlangd. Sterrenlicht zielvraag. Op welke manier mag je aan en in de wereld meer van jezelf laten zien? Dus dat was deze kaart. Uh, dan naar deze kaart. Hups, krijg ik krijg hem niet erin. Dus relatief veel. Uh, 17. Oon steek op brem. Totums honingbij, extra met zijn oog voor glimmende gouden schatten, goden gidsen, loeg als ik dat goed uitspreek en perse, persephone, het maartaspect van de godin, letter O, rang, stamhoofd, kernwoorden, vervulling en overvloed, mildheid, hoop, doorzettingsvermogen, verbinding tussen de binnenkant en de buitenkant, samenbrengen wat je nodig hebt voor vooruitgang. De oom stekelbrem heeft alles te maken met vervulling en overvloed. We worden aangespoord om met anderen te delen wat we hebben en meer te zijn in ons leven. De dag voor de lentezonnewende wordt vaak de dag van de stekelbrem genoemd. Persephone komt terug naar haar moeder Demeter en daar begint een nieuwe cyclus van groei. De stekelbrem draagt voortdurend helder goudgele bloemen die symbool staan voor de hoop. Het verschil met gewone brem is dat de plant voor scherpe stekels zit. Het is een sterke struik die bijna overal kan groeien. Zo kan onze houding van dankbaarheid en appreciatie ook op bijna elke situatie toegepast worden. Deze ocham krijgt een vuurig kantje door de band met de god Lugh Lug, en zijn heldere licht van de inspiratie. De ocham van deze struik is Oon en de letter O. Ik kan niet alles toelichten, want ik weet niet wat, wat alles uh, precies betekent. Oon stekelbrem in een legging. De stekelbremkaart in een legging staat voor overvloed. Zijn voornaamste kenmerk is vrijgevigheid. Je wordt nu aangemoedigd om met anderen te delen. Geven is de beste manier om te krijgen. Alle strijd om mildheid. Hoe breng jij de nectar van honing in je leven? Zorg voor een sfeer van licht en samenwerking. Werk samen met anderen om goed te doen. Dit is het perfecte moment om dankbaar te zijn voor wat je hebt en je zegeningen te tellen. Probeer deze keer zelf een licht te zijn voor anderen. Deel het licht. De stekelbren belooft niet alleen de vernieuwing van de lentezonnenwende, maar ook de verbinding tussen je binnen- en buitenkant. Deze verbinding is de manier waarop we overvloed en liefde krijgen en in contact houden met de mysteries die ons hooplevend houden. Welke beproevingen en tegenslagen we ook moeten doorstaan. Deze struik zet je ertoe aan te leren verzamelen. Je verzamelt om je heen wat je nodig hebt en je doel of je bestemming te bereiken. Je verzamelt wat je nodig hebt om resultaten te behalen. Net als de extra die aangetrokken wordt door de gouden schatten, verzamel jij ook wat waardevol is in jouw zoektocht. Denk na wat je aan het doen bent, wat je aan het verzamelen bent. Verspreid je meeltijd op verdriet en drama. Als je een doel hebt, moet je goede mensen om je heen verzamelen die je kunnen steunen. De steekoprem zorgt voor vruchtbaarheid en de vernieuwing van de levenskracht. Je krijgt voeling met visie en inspiratie. Het is tijd voor nieuwe ideeën en plannen. Laat de gouden schittering van de hoop niet los. Ga in vol vertrouwen door. Boodschap ik ben de stekelprem en er is geen enkele maand waarin ik niet bloei. Ik ben een altijd groene struik met stekels. Ik herinner jou eraan dat jij ook altijd groen bent. Zorg ervoor dat je ook altijd bloeit en je overvloed en graven deelt met de rest van de wereld. Ik verbind je binnen- en buitenkant met elkaar met de belofte van vervulling en vreugde. Ga voor jezelf na wat je moet verzamelen om je doelen en wensen te realiseren. Heb je steun, liefde en aanmoediging nodig? Of heb je echt fysieke hulp nodig? Vraag wat je nodig hebt en verzamel datgene wat je kan helpen. Schrijf je doelstellingen en wensen op en stel, voor, stel je voor dat de kleur van mijn bloemen over het blad stroomt. Laat me heldergeel je vervullen van hoop en vertrouwen. Ik zal je helpen om hier en nu een combinatie van positieve krachten en mogelijkheden in je leven aan te trekken. Als je me vindt, snijd dan een paar, takken van mijn, paar van mijn takken af om er een bezem van te maken en veeg alle verwarring, hindernissen en oude gewoonten weg waar je niets meer aan hebt. Veeg de barre wintertijd weg en veeg het nieuwe begin van de lente in je leven. Het leven is waardevol en dit is een heel vruchtevolle periode. Ga terug naar je jeugd, ook al ben je nu een man of vrouw. Ga terug naar de onschuld. Je mildheid trekt goede dingen aan. Zo is het. Well, terwijl het. Terwijl ik aan het lezen was, heb ik eigenlijk weer nieuwe ideeën opgedaan van wat ik moet zeggen. Dus ik hoop dat ik ze niet vergeet. Uh, ten eerste wil ik zeggen dat eigenlijk twee, alle tweede kaarten eigenlijk wel uh, aansporen om authentiek te zijn. Dus in de laatste kaart van de Keltische Bomen met een steekoprem. Hebben ze het over de binnenkant met de buitenkant verbinden? Dus dat, ik noem dat uh, authenticiteit. De kaarten hebben verschillende kleuren die ik gewoon naar de chakra's interpreteer. Dus roze staat voor de hart, hartchakra, liefde voor jezelf en anderen. Het blauw is misschien voor jezelf opkomen en zeggen wat je denkt en voelt, van de keelchakra. Dan heb je het geel van de wacht, solar plexus, en dat heeft dus met karmische banden te maken, met je kracht teruggeven en terugnemen, met zelfvertrouwen. Uh, ik dacht het ook voor het financiële stond, maar ik weet het niet zeker. En ook deze kaart heeft Roos, dus je zou kunnen zeggen: want dat staat ook voor, voor liefde. Uh, ja, dus die kracht teruggeven en nemen, dus als je terug, kracht teruggeeft kun je bijvoorbeeld zeggen van ja sorry ik was gewoon een beetje onzeker en kon mij ongelijk bijvoorbeeld niet toegeven of je kracht terugnemen is dat je bijvoorbeeld uh, op je strepen gaat staan en zegt van ja jij hebt mij niet goed behandeld of weet ik veel wat maar je moet dus heel moedig zijn om je onzeker te kunnen tonen als we innerlijk klein zijn kunnen we geen kritiek aanvaarden en we we willen ook altijd gelijk hebben, zoals narcisten. Maar ik wil niet zeggen dat alleen narcisten alleen maar gelijk willen hebben en hun kritiek niet kunnen aanvaarden. Maar ja, door ons ego hebben we vaak soms wat van die narcistische trekjes. En vergeet niet dat Socrates zei dat de wijze weet dat hij niet alles weet, of de wijze weet dat hij niks weet. En daarin zie je eigenlijk ook echt de grootheid dat ze hun beperktheid kunnen toegeven. Uh, want veel mensen zien het als een soort van wedstrijd en kunnen. Hun, en hun schaduwkant is hun schaduw, dus ze kunnen niet toegeven dat zij mindere uh, aspecten hebben. Want als er iets mis met hun is, hebben zij het gevoel dat alles mis met hun is. en dat hun hele waardigheid daarmee vervalt en daarom strijden ze soms zo heel hard. Maar ik probeer dus mijn gebreken toe te geven en mijn, mijn eigen kleinheid. Te gebruiken om het, om het grote geheel te dienen. Door bijvoorbeeld uit te nodigen ook nederig te zijn. En, dat het, en te helpen dat het allemaal geen wedstrijd is. Dus een van de redenen waarom ik me soms zo kwetsbaar toon, is gewoon om uit te nodigen dat jullie daar ook kunnen zijn. En dat, dat jullie kunnen voelen dat het geen wedstrijd is. Maar je moet dus moed tonen en stapje voor stapje. Proberen zo authentiek mogelijk te zijn. En in contact met anderen uh, treden. En in dialoog gaan. En vragen wat die andere bijvoorbeeld voelt. Dus niet alleen dat jij al jouw kwetsbaarheden toegeeft, maar bijvoorbeeld herken jij dit? Heb je daar ook wel eens last van? Of hoe komt het bij jou terug? Kun je dan bijvoorbeeld vragen. Maar je moet dus inspireren. Je moet de anderen inspireren door. Met kracht in je onzekerheid te kunnen staan. En dat je dat kunt toelaten zonder dat jou, jij van binnen uh, crumble, dus zeg je dat verbrokkelt, omdat jij los van je sociale rollen waarde hebt, gewoon omdat je bestaat. En ik zou zeggen dat je met liefde je kruis moet op kunnen nemen en toegeven dat je maar klein bent. Ik denk dan aan Jezus, wat hij allemaal heeft gezegd. Zoals de laatste zullen de eerste zijn. Uh, wie voor mij kan sterven, zal zijn leven behouden. Maar wie zijn leven wil behouden, zal zijn leven verliezen. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes dat je eigenlijk nederig moet zijn. En niet te veel wil strijden voor je eigen behoud. Ik bedoel dat niet in de negatieve zin dat je niet voor jezelf mag vechten. Maar het is vooral op ego-vlak. Waar ik het over heb. Um, dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je jouw onzekerheid toe kunt geven door te zeggen van ja, ik heb geen relatie. Ergens doet me dat heel erg veel pijn, omdat ik op een bepaalde manier misschien wil gezien worden in de maatschappij. En ik weet dat ik mij ont moet onthechten. En dat ik niet kan vluchten om iets om in sociale normen aanvaard te worden, maar dat ik moedig en kwetsbaar wil wachten op bijvoorbeeld te waren. Hoe moeilijk dat pad ook wordt en hoe onzeker ik me daar ook bij voel. En dat is eigenlijk heel kwetsbaar zijn. Maar die kwetsbaarheid die werkt vaak heel onwapenend. Vooral omdat heel veel mensen zijn stiekem heel erg eenzaam. En Jung zegt dat als wij niet kunnen praten over dat wat van belang is voor ons, zijn we eenzaam. En heel veel mensen kunnen niet toegeven van Shit, ik voel me verschrikkelijk onzeker in deze situatie. Ik, 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 mijn, mijn leven is nu op alle manieren op rails en ik schaam mij daarvoor. En ik kan niet toegeven dat het altijd maar misloopt in mijn leven. Dat zijn van die dingen die, als je dat kunt toegeven, dan denken de anderen van, ja, maar eigenlijk heb ik dat ook. Maar we zitten in een maatschappij waar alles een soort van wedstrijd is. Zelf onze persoonlijkheid en onze ontherting is een wedstrijd. Terwijl het eigenlijk diep triest is. En ik denk ook als wij naar de nieuwe wereld gaan, zoals ze dat zeggen. En ze zeggen dat we dan meer vanuit ons hart gaan leven. Dat dat hele ego-concept van wedstrijd. Want het is ons ego die van alles een wedstrijd maakt. Zelf van zijn eigen vernietiging maakt hij een wedstrijd. Hoe absurd dat ook kan zijn. Alles is een wedstrijd in, het, in de ogen van, van het ego. Maar we moeten ons leren ontwikkelen. En dat wedstrijdaspect los te laten, want we hebben allemaal waarden op deze wereld. We zijn allemaal nodig zoals wij op dit moment zijn. Het is niet als je een lichaam hebt, zoals Jezus dat ook zegt, of tenminste Sint-Paulus of zo. Elk, elk deel van het lichaam heeft zijn functie en kan niet functioneren zonder de ander. Zo hebben we ook het duizenden nodig om ons. Te leren onthechten van ons ego. Moeten we tegenslag hebben omdat we ons moeten onthechten van ons ego. Maar wat ik wilde zeggen is dat je dan liefde voor jezelf en de ander en het leven kunt ontwikkelen. Omdat die bijvoorbeeld je confronteren met iets waardoor jij je kunt bevrijden. Maar je kunt ook meer liefde vinden. door jouw projecties terug te nemen, zoals Jung dat zou noemen. De projecties van jouw schaduw op de ander. Bijvoorbeeld als ik denk van. Ik ga een, een straffe voorbeeld geven, want ik was eerst eigenlijk aan het denken over relaties. Als jij denkt van... Uh, ja, die is alleen, dus die, niemand wil die hebben. Dan projecteer je een schaduw op die ander van... Oh, die is niks te wachten, die heeft niet eens een relatie. Ik heb een relatie, kijk, ik ben veel verder dan jullie. En als, je dat, als jij dat bewust projecteert op de ander... En je komt ook in een situatie van geen relatie... Dan kun je leren van... Hey, die andere persoon is niet minder waard, omdat ik ook niet minder waard ben. Of ik leer dat ik niet minder waard ben, omdat ik mijn schaduwaspect probeer te aanvaarden. En als jij je schaduwaspect leert te aanvaarden, kun je de ander ook beter aanvaarden. Dus dat is wat naast zijn liefde is. Hou van je genoot, die is zoals jij bent. Namelijk ook soms zonder relatie bijvoorbeeld, of zonder baan, of zonder uh, diploma. Ik ben aan het denken of ik daar nog iets over moet zeggen. Dus je kunt bijvoorbeeld het voorbeeld wat nu in mijn hoofd zat, was bijvoorbeeld ja, zwak zijn, zogenaamd psychiatrisch zijn. En dat als jij voor die diagnose staat, dat je denkt, oh maar jij bent gek, ik ben meer waard dan jij, ik heb heel veel meegemaakt, ik ben altijd optimistisch en liefdevol gebleven, ik heb veel wijsheid opgedaan. Dus jij die in de psychiatrie zit, jij bent minder dan mij. En dan kom je zelf in de psychiatrie. En dan moet je zelf je leren, je schaduw die je op andere mensen projecteert, die terug te nemen en die te aanvaarden. En ik heb heel veel meegemaakt in de psychiatrie. En het heeft heel lang geduurd voordat mijn ogen open gingen van wat er daadwerkelijk aan de hand was. Maar ik ga dat hier nu niet vertellen. Maar ik heb het altijd geprobeerd in plaats van verbitterd te worden, rancuneus... Om te vragen van wat kan ik leren in deze situatie? Hoe kan ik mijn ego leren overstijgen? Hoe kan ik nederiger en dienstbaarder worden? Hoe kan ik liefdevoller worden? Omdat ik mijzelf niet veroordeel. Wat ik eigenlijk daarvoor altijd op anderen projecteerde. Ik veroordeelde die anderen omdat ik iets in mijzelf niet kon aanvaarden. En ik projecteerde op de anderen. De minderwaardigheid. Dus ik kan wel zeggen van ja, die is echt psychiatrisch. Dus dat is een feit. Ja, dat klopt. Maar het is het oordeel wat daarmee samengaat. Dat je op de ander projecteert. Het negatieve oordeel. En wanneer je die projectie terug kunt nemen, dan voel je meer één met iedereen. Dan is het de naaste die is zoals jij bent, ook kwetsbaar. Uh, ik ben even aan het kijken Wat moet ik nog zeggen. Ja Dus ik wilde zeggen ook van soms moet je je kracht terugnemen of geven. Ik kreeg een voorbeeld dat ik uh, mij op. Dit platform of via deze video's vaker bloot heb gegeven. En dat ik voel dat veel mensen die niet nederig kunnen zijn, mijn nederigheid misbruiken om even te komen staan. Dus gelijke stand. In plaats van nederig hun eigen fouten toe te geven. En dan doen ze alsof ik zielig ben, terwijl ik, mijn boodschap is helemaal niet dat ik zielig ben. Ik zet mijn proces in zodat jullie niet meer zoveel moeten uitzoeken zoals ik dat heb moeten doen. Ik zet mijn proces in zodat jullie kunnen leren van mij. En juist omdat ik weet dat veel mensen, als je die rechtstreeks op hun ego aanspreekt, dat ze nogal giftig worden, probeer ik mijn eigen ego aan te geven zodat jullie via mijn ego kunnen leren zonder dat jullie in ontkenning willen schieten, want bij een ander aanvaarden van dat iemand iets misdoet of iets inzien, is gemakkelijker dan bij jezelf, want we zijn allemaal in een maatschappij waar we op alle gebieden met elkaar strijden. Maar ik had ook bijvoorbeeld een, een vriendin die ook psychiatrisch zou zijn, of ook, ik zeg niet dat ik psychiatrisch ben, ik vind dat ik dat echt lang geleden heb uh, kunnen bewijzen, maar ik ga daar hier niet over praten. En die ontleden haar identiteit aan het feit dat ik nog gekker zou zijn dan haar. En opeens vervul ik die rol niet meer. En dan begint ze me aan te vallen op mijn zwakke plekken, zogenaamd. Die ik eigenlijk heb aangegeven om jullie te dienen en te leren dat het geen schande is om menselijk te zijn. Ik ben hier niet om, om zieligheid te vragen. Ja, misschien wat geld als het dat zou kunnen. Maar ik ben hier niet om, uh, om zielig gevonden te worden. Ik sta mijn kracht. Ik weet dat ik de dingen meemaak om sterker, wijzer, liefdevoller en weet ik veel wat te zijn. Ik ben niet zielig. Ik weet dat dit gebeurt om een reden. Ik weet dat ik moet groeien. Ik weet dat dat een heel moeilijk pad is. Waar bijna niemand doorheen geraakt, omdat het zo verschrikkelijk zwaar is. Maar je moet weten dat. Maar je moet weten dat die mensen zo onzeker zijn. dat ze wanhopig alles doen om niet onderop te liggen. Nu, jullie zien niet dat ik aanhalende tekentjes maak. Maar, en ik zou zeggen, als mensen zo competitief met jou zijn. op een soort van verblinde wijze weet dat er een gevaar aan hangt, maar ik vind dat je soms mensen toch ergens bewust moet maken, voorzichtig proberen te tikken van, hé, hey, jij zit vast in jouw ego. En dan zeg ik bijvoorbeeld van, het is geen wedstrijd wie het verste is, spiritueel. Of je bent je spirituele groei niet, we zijn allemaal maar mens. We hoeven niet perfect te zijn. Het is geen wedstrijd wie het meeste weet, of dat je het perfectste bent, of dit is allemaal bullshit. Geraak maar perfect. Dus een haling door te aanvaarden dat je niet perfect bent, dat je bent zoals alle andere mensen. En ik heb het al eens een keer gezegd: dat uh, Marianne Williamson het heeft gezegd. Onze hoogste gedachte is niet dat we uniek zijn. Onze ho hoogste gedachte is dat we even gebroken zijn als alle andere mensen. En het heeft grootheid nodig om dat te kunnen toegeven. En het is de kleine persoon die per se perfect wilt zijn en niet onderop wilt liggen, omdat hij denkt dat alles een wedstrijd is. Ook zijn spirituele groei. Uh, maar ik wilde dus nog eens een keer gewoon die, die uh, metafoor van Plato en zijn God aangeven. om gewoon aan te geven dat mensen echt je kunnen aanvallen. Dus Plato's God ging erover dat ze in een God zitten en dat ze alleen maar schimmen zien. van echte liefde, echte vreugde, echt succes. En dat is. Ze kunnen dus niet rechtstreeks het licht zien, dat komt omdat ze een ego hebben en het ego heeft zijn idee over liefde, geluk, vrede, weet ik veel wat. En wanneer ze uit de grot gaan en het licht doet aanvankelijk pijn aan hun ogen en ze gaan terug om die andere mensen te helpen om ook uit die grot te treden, dus het ego te overstijgen, ze willen die vermoorden. Mensen, als jij iemand confronteert met zijn ego, wat soms toch wel nodig is, mensen moeten soms bewust worden, maar je moet wel voorzichtig daarmee zijn. Ze willen je vermoorden. Want hun ego heeft geen waarde. Zijn schaduw is zijn schaduw. Ze kunnen niet aanvaarden dat ze, dat ze niet perfect hoeven te zijn. Voor hun is het een wedstrijd en ze willen je niet onderdoen. En eigenlijk is dat verschrikkelijk. Maar ik hoop dat dat in de nieuwe wereld zoals ze heel vaak spreken over in spirituele media. Dat we dat leren overwinnen. En dat begint door authentiek in je relaties te zijn. En niet altijd de boventoon willen voeren. Kunnen toegeven dat, iets, dat, jij, dat de ander iets weet wat jij niet weet. Of dat jij iets weet wat de ander niet weet. Dat dat gewoon erkend kan worden zonder dat daar een strijd van wordt gemaakt. Maar soms moet je beter zulke mensen loslaten. En verder zoeken naar mensen die wel eerlijk en nederig met jou willen groeien. Zonder van alles een wedstrijd te maken. En we kunnen van elkaar leren. We moeten van elkaar leren. We hebben allemaal onze eigen unieke ervaring. Dus we zijn inderdaad uniek. We hebben allemaal onze eigen unieke ervaring. En we kunnen van elk van de personen leren. Zoals de zuster Dominicanessen, Dominica dat ik ook al eens een keer heb aangehaald, zeggen. We zijn allemaal engelen met één vleugel. En we moeten elkaar omarmen om te kunnen vliegen. Maar erkenning dat je maar één vleugel hebt en dat je dus niet God bent of God hoeft te zijn op een ego-achtige manier is het begin. Zoals ze ook bij de AA zeggen. Het inzien van je probleem is het begin. Als je dat ontkent, dan is er niks mogelijk. Dus ik hoop dat die mensen die zo vastzitten in hun ego, dat die uh, mogen leren. Dat het geen schande is om gewoon mensen te zijn. En het is heel moeilijk om met je schaduw geconfronteerd te worden. Als jij niets ziet buiten jezelf dan ego. En je hebt geen contact met je hoge zelf. Is het heel moeilijk om te aanvaarden dat het ego wegvalt. Want je denkt dat jij helemaal wegvalt. Dat er niks van je overblijft. Maar naarmate je dat proces doormaakt en je leert dat er eigenlijk een stukje hoger zelf tevoorschijn komt, waardoor je meer liefde voor jezelf en anderen hebt, meer vrede, meer vreugde, ondanks de situatie, dan weet je dat het loont en dan durf je dat proces aan te gaan. Uh, ik wens jullie een heel fijn weekend. Bedankt om naar deze video te kijken. Uh, als, het, als het met jullie resoneerde, kunnen jullie dan een comment of een like achterlaten. Uh, ja, ik denk niet dat Facebook mij. Nee, Facebook is mij niet goed gezind, YouTube ook niet. Maar uh, ja, het doet er niet toe. Ik hoop dat ik jullie ergens mee kan helpen. Oké, okay, bedankt. En tot volgende week.